Wat heeft Suriname aan Europa en waarom zouden Nederlanders met Surinaamse roots op 23 mei moeten gaan stemmen? In een radio- en televisiespecial over Surinamers en de Europese verkiezingen loopt verslaggever Sam Jones mee met Raoul Bouke, de nummer 2 op de lijst van D66. Ik wil in die 5 jaar in ieder geval Suriname op de kaart zetten, aan Europa laten zien wat voor een mooi, waardevol land Suriname is. Raoul Bouke is de eerste Surinaamse Nederlander die grote kans maakt op een zetel in het Europese parlement. De nummer 2 is hij op de lijst van D66. Eigenlijk is hij al binnen, want de Democraten hebben nu al 4 zetels in het Europese parlement. Maar hij wil zich toch verzekeren van de Surinaamse stem. Dus is hij te gast bij de Surinaamse radio in de Bijlmer. Bij Norman van Gon van Radio Mart. Dames en heren, goedemiddag en welkom. Dit is Crudeli. Vandaag in een extra setting. We hebben collega Gilly Koster bereid gevonden vandaag in Crudeli. En Peggy Burke. Politica Burke, radio- en televisieman Koster, zijn enthousiast over de verkiezingen. En blij met deze kandidaat. Raoul Bouke is van D66. En als er genoeg mensen op hem stemmen. En ik ben een scherpe voorstander van dat iedereen bij iedere gelegenheid. Wanneer je je stem kunt uitbrengen, dat je dat ook daadwerkelijk doet. Dan komt hij dus in het Europarlement. Maar dat Europarlement staat wel heel ver weg van de gewone Saranamang. Welkom in de uitzending. Goeiedag, ja. tot wie? Nee. Hallo, u spreekt hier zo tot de heer Banansi. Voordat hij iets over de politiek gaat zeggen. De politiek, Europa. Er staan wel enkele Surinamers op lijsten van politieke partijen voor de verkiezingen op 23 mei. Maar het gros op onverkiesbare plekken. Bouke, die vrijwel zeker binnenkomt, maakt het concreet. Europa is ingewikkeld. Laat me daar geen doekjes omheen winden. Waarom? Omdat de problemen die we niet kunnen oplossen op lokaal niveau, hier bijvoorbeeld in Zuidoost, of op nationaal niveau in de Tweede Kamer, die lossen we op Europees niveau. Noemen ze wat? Bijvoorbeeld ons milieubeleid. Het voor zorgen dat we schoon drinkwater hebben, dat we schoon lucht inademen. Die zaken regelen we in Europa. Is het ingewikkeld? Ja. Is het belangrijk voor jou en voor mij en voor mensen hier? Het is ontzettend belangrijk. Europa is zelfs van groot belang voor de Bijlmer, zegt Politica Burke. Wat heel weinig mensen weten, is dat de herprofilering van de Bijlmer van Amsterdam Zuidoost is bijna alleen maar met Europees geld. No Limit, De Kandelaar, het Zwart Beraad. Europa zet zich ook in voor achterstandswijken, zegt Bouke. En weet je hoe dat komt? Omdat Europa juist de minderheden de ruimte wil geven. Iedereen heeft het idee dat Europa eenheidsworst wordt, juist niet. Maar ook Suriname is in de picture bij Europa volgens Bouke. Met name als het gaat om zeespiegelstijging en duurzaamheid. Die hebben speciale aandacht. Ik was in Suriname en wat je ziet is dat ze in Paramaribo geen droge voeten gaan houden door de klimaatverandering. Dat regelen we in Europa. We zorgen ervoor dat de zeespiegel niet meer verder stijgt. Heel complex, maar we pakken het aan in Europa. Dus wel gaan stemmen. Raoul Bouke, de nummer 2 van D66. Binnenkort meer in een lange RTV Media Special over de Europese verkiezingen en de link met Suriname. Dat was dus een verslag van Sam Jones.